Waar moet ik nou verstappen? Ik weet het allemaal niet. Ja, ik was aan het zoeken, want ik ben weer eens een wachtwoord kwijt. En ik heb het ergens opgeschreven. Nou, dit wordt helemaal niks. Het is veel te veel. Vorige vlog, eventjes geleden, had ik het over wachtwoorden. Hoe je een goed wachtwoord maakt. Dat vaker een zin is dan alleen maar een wachtwoord. Dat je voor elk thema een wachtwoord moet maken. Dus niet één wachtwoord wat je voor alles gebruikt, maar bijvoorbeeld voor je social media, voor je werk, voor je bankzaken, voor je webshops, voor je verzekeringen, voor je DigiD. Nou, allemaal verschillende. En zelfs dat nog is niet helemaal waterdicht. Dus eigenlijk voor elke site, elke inlog die je hebt op iets, een apart wachtwoord maken, dat is het beste. Maar ja, dan komen we bij de menselijke beperkingen. Hoe onthouden we het? En om te voorkomen dat we met allerlei multimappen, waar het een en ander uitvalt, gaan werken, moeten we wel wat digitale middelen gaan gebruiken. Kunnen we digitale middelen gaan gebruiken om het leuk te houden en het vol te houden. Nou, als we hier gaan kijken, ik heb drie opties uitgezocht en een beetje getest. Tip 1. De wachtwoordmanager van Google Chrome. Of van Chrome, de webbrowser, je kent hem wel. Elke keer dat jij een wachtwoord invoert samen met je gebruikersnaam vraagt, die wilt u dit opslaan. Heel makkelijk, gooit ze allemaal in een lange lijst. Nadeel is, die lijst blijft maar groeien. Er komt aardig wat vervuiling in, want hij is niet heel erg selectief. Maak jij een nieuw wachtwoord, dan sla je hem opnieuw op en vaak ook nog onder dezelfde gebruikersnaam. Dus voor één account kun je dan wel 3 of 4 verschillende wachtwoorden hebben of verouderde wachtwoorden. Dus dat is bij Google Chrome niet zo heel handig. Voordeel is, het is wel gratis. Tip 2. Dashlane. De betaalde app die ik uitgeprobeerd heb om wachtwoorden op te slaan. Het is een echt fijne app. Je kunt de standaard dingen zoals het opslaan van wachtwoorden en gebruikersnamen heel makkelijk regelen. Maar je kunt ook kijken of jouw gebruikersnaam en eventuele bijbehorende wachtwoorden op het dark web voorkomen. En hij doet het ook nog eens automatisch. Dus mocht het gebeuren dat je op het dark web gevonden wordt, krijg je even een melding en kun je dingen aanpassen. Daarnaast, de veiligheid van je wachtwoorden, het totale wachtwoordenportfolio kan bekeken worden. En hoe vaak jij een wachtwoord gebruikt hebt, hoe vaak het goed wordt gebruikt, hoe veilig het is. Nou, er zitten hele goede dingen in voor mijn slechte wachtwoorden. Het was een eye-opener. Daarnaast, de grote tip, met het importeren van alle wachtwoorden in Dashlane heb ik meteen eventjes een filter over mijn accounts kunnen halen en een aantal accounts heb ik daarmee gedeactiveerd omdat ik die gewoon nooit meer gebruikte, maar die nog wel bestonden. Dus mijn digitale voetafdruk is ook een stukje kleiner geworden. Man. Tip 3. Deze wachtwoordmanager, KeePass, heb ik gevonden op de website van de Consumentenbond. Die hebben ook een hele lading met apps voor wachtwoordmanagement uitgeprobeerd. KeePass is een gratis wachtwoordmanager. Maar waar je wel eventjes voorzichtig moet zijn bij KeePass, kijk eventjes waar jouw gegevens voor gebruikt worden. Want hij is gratis, maar je betaalt eigenlijk met de informatie die jij geeft. Dus check eventjes de algemene voorwaarden van KeePass om te kijken of het voor jouw doeleinden geschikt is. Dat was het eigenlijk. Meer tips heb ik op dit moment nog niet. Maar er komt binnenkort ook wel weer een nieuwe vlog aan. Mocht ik me nou nog wat bedenken in die tussentijd, dan hoor je het daar ook in. En heb je tips, tricks of iets anders, zet het in de comments, zodat anderen er ook wat aan hebben. En feedback is ook altijd welkom. Bedankt, tot gauw en succes met al die wachtwoorden. Oh, daar is die. Nou, we gaan verder.